22 kandidaten streden zaterdag om de titels voorleeskampioen 2017 van Almelo. Er was een middag- en een avondronde en alle kandidaten hadden supporters meegebracht. Het was bomvol in de Evenaar. We hebben een aantal ballonnen hier opgehangen. Deze tellen niet mee, die zijn leeg. Maar daar zitten de briefjes in van deelnemers. En we kiezen steeds één ballon. Geweldig, dacht ik dus. Nu wordt oma echt senil. Begrijp je dan niet dat je aan sommige dingen in je leven niks kunt veranderen? Goed zo. Oh ja, ja, sorry, ja, ja. Oh mijn god, ik heb een zware aanval van liefdekoorts. Vanmorgen had ik van die fladderige vlinders in mijn buik, die me echt super misselijk maakten, maar op een fijne manier. Het was een ochtend als alle anderen. Ik was op weg naar mijn kantoor toen een mevrouw die ik zweer op niet kende, of zomaar met een paraplu om mijn kop begon te mekken. Ik protesteerde, wat doet u nu? Zet voor de kijk vlog trots bij ook. Ja, dat kun je wel zeggen. Vader neemt een slok van zijn bier. Sven is blij dat hij er niet bij was. Hij schaamt zich altijd voor zijn vader. Die is zo fanatiek. Hij herkende het handschrift van zijn vader. Hij bladerde verder. Zijn oog viel op een oud verkreukelde wazige foto. Die met plakband op de muur geplakt was. De slappe lach. En nu is het genoeg geweest. Eruit, riep juffrouw Toos. Haar vinger wees mijn richting uit. En oei, wat keek ze boos. Wat een agressie. Ja, daar is die. Nicky, sinds mijn verjaardag doe je al een beetje raar. Maar ik begrijp niet zo goed waarom. Ik? Jij doet juist raar de laatste tijd. Ze stond bij de computer en wees naar het scherm. Google-melding Hotel Zeezicht. Ze klikt het aan. Het was een stukje in een digitale krant. De flespot, heet dat ding. Drakeneiland is een eiland waar kinderen de baas zijn. Op een dag komt een zeiljager met rijke pubers op Drakeneiland. De pubers willen Drakeneiland veroveren. En ze trok haar neus op alsof er een stemtje smerige maden waren. Met een ongeneeslijke aanval van diarree of zo. Had jij gedacht dat je zou winnen? Nee, eigenlijk niet. Maar ja. Hoeveel van jullie medeleerlingen deed je mee? 6. Als je moest lezen, in de hal deden er 6 mee. Ja, vertel nog even welke school. De Heemde. Hou je erg van lezen? Ja. Ja. Vertel eens, wat voor boeken lees je graag? Ik lees eigenlijk van alles wel. Vind ik gewoon boeken die ook echt kunnen gebeuren. Vind ik wel leuk. Ja, dat vind ik. Vroeger vond ik dat niet zo leuk, maar nu vind ik dat wel heel leuk. Je wordt natuurlijk ook ouder, hè? Ja. Vanavond gaan 11 kandidaten strijden om de eer. De vingers in de oren als er een hekel aan heeft. Nou, dank. Heel goed. Ik zit zelf ook wel in de vingers in de oren. Op zijn verjaardag vindt Elvis wat een envelop met geld bij de post. Daar zit niet een paar euro, maar een paar miljoen. Riep de piep van Sammy. Ineens twijfel ik. Omdat Sammy een hustelaar is. En dan komt de inspecteur langs om te kijken of de boom wel veilig is. En of ze wel een bouwvergunning hebben. De kist, die even op een doodskist lijkt, is gevuld met houtkrullen. En daartussen ligt een glimmend wit geraamte. Vrijdagochtend, 8:02. Wat zal ze eens gaan doen? Zometeen begint de school. Maar daar heeft Engel helemaal geen zin in. Ha, ha, hatjo! Dolfje wordt wakker met een keiharde nies. Er liggen witte haren op zijn bed. Ja, knal! Ik negeer de boze en verbaasde blikken. En met mijn hand en mijn zij ren ik verder. Waar gaat hij heen? Dit is niet wat we hadden afgesproken. Ja, Oké, de ultieme vernedering zonder het te weten, met een boterham om mijn buik geplakt rond te lopen, kan ik hebben. Grafstenen wankelden en kisten knalden open. Knokige handen wurmden zich naar boven door de aarde. Skeletten in rafelige kleding hezen zich uit hun kuilen. Ze zei het zo brutaal dat juffrouw Potsimon meteen vergat. Neus voor het bord, hier, zing dit lied. De melodie is vader Jacob. Vooruit, zing. Annemiek Bramaar. Gefeliciteerd. Dankjewel.
Had je gedacht dat je zou winnen? Nee, eigenlijk niet, want ik vond de rest wel heel goed. Zeg, waarom heb je dit boek gekozen? Nou, omdat ik vond dat er heel veel spannende stukjes in zaten. En daarom heb ik hem gekozen. Hou je erg veel van lezen? Ja. En dan nu? Wat gaat er nu gebeuren? Nu ga ik door naar de volgende ronde in Delden. En zeg, wat ga je worden later? Dat weet ik nog niet. Dat is ook best moeilijk, hè? Ja. Heb je nog hobby's? Ja, turnen. Nou, dat kost ook veel tijd, denk ik, hè? Ja, best wel. Nou, vertel nog even welke school je zit. Op de Sint-Stefanus in Bornebroek. Wil je nog even dag zeggen tegen de Sint-Stefanus in Bornebroek? Hi.